maken met deze nieuwe video hier op Series Saturday. Ik ben Wolfbullet, ik en Nick, en vandaag gaan we lekker verder spelen met Assassin's Creed Odyssey. Ik moet hier nog babbelen aan het voor het einde van de vorige video. Ik had daar, ik vond dat de video al lang genoeg was, dus ik had geen zin om nog een keer met hem te babbelen. Ik heb trouwens ook level 46 behaald. Ik heb dit op mijn die heavy blunt wapen gezet. Ik weet alleen niet of dat die hem 15% fire damage en build-up alleen geldt op dat wapen. Of dat dat gewoon het algemeen is, maar dat weet misschien weten jullie mij dat te zijn. Ik heb ook een wat betere outfit. Wacht, juist. Elemental build-up is wel handig. Een hoop meer armor. Ah ja, hoop. Hier heb ik 30% total armor. Naar gewoon melee resistance. Ik weet niet. En dit stukje is ook nog. Nee, sowieso niet. Deze zou nog kunnen. Minder wel weer wat minder armor, maar meer overall damage. Ik zou er nog armor kunnen bijzetten, ja, ik ga die doen. Ik ga dat dan doen, ik heb er niet echt op gelet, maar wanneer de babbelen met die gasten houden, die armor fixen. Ik heb geld genoeg voor upgrades, dus. Oh, thank the gods. I know what actors can be like. I'm never working with actors again. It's no trouble. Compared to what I'm used to, it was a breath of fresh air. That is so good to hear. Here, for your troubles. The people may be the heart of Athens, but my play will be its voice. Zullen we zien, ja, als het optreedt? Oké, okay, dat was dus het babbeltje. Ik wist niet dat het zo kort was, maar oké. Okay. We gaan nog bekijken of ook. Children, if Cleon should perish, you also know what a pig's education he has had. Such insults! And to think I was going to propose a statue to be erected in the city to each of you for your bravery! Hij zit er ook zo tussen, hè, die gast. You teach us like all daughters and crows at our feet to deceive us. But the cunning wherein his power lies shall this time recoil on himself. Ah, alas, the conspirators are murdering me. Hij vindt precies niet zo grappig. Ja, hij is er niet content mee. Cleon. Oké, okay, dat hebben we dan ook alweer gezien. Waar was die? Ja, we zitten in het theater. Oké, ik heb volgens wel eens zit er weer al een mercenaire. Hoeveel mercenaires heb ik de afgelopen tijd al vermoord? Dat is echt insane, jongen. Catastrofini. Move. Even kijken welke level is die. Nou, haast, jongen. Zie mij is heel nuttig voor mijn schip. Die kunnen we wel gebruiken. We kunnen een keer even zien. Oeps. Zo, heel wat damage erbij. Oh. Oeps. En... Allee, hoezo? Oh nee, ik hoop nu niet dat ik hem dood. Oeh, scheelt er niet veel. Oh, shield. Ja, oké, mooi.
Moet ik hem even verliezen, dan kan ik hem... Hij moet hem even kwijtraken. Neem maar op. Dan kan ik hem knocken en dan kan ik hem hiren. Misschien komt hij nog, wordt hij nog heel nuttig. En er is random nog een tweede bijgekomen. Oh, hij is geheeld! Oh, dat is niet fair, jongen. Ah, nee. Nee, nee, nee. Ah, damn it, ik heb hem vermoord. Misschien heeft hij nog iets nuttigs. Nog iets nuttigs? Nee, ramen. Oké, die ga ik dood doen. Lief ben er nooit. Een schip in twee. Ah, die had zo nuttig kunnen zijn, hè? Yes, you are on fire. Oh nee, er is er nog een bijgekomen. Oké, hoe ga ik dit doen? Ik heb mijn poison. Oh, daar met creeper over. Creeper, dank je. Oh, wacht, de schild. Nice. Oh, allee, jongen. Oké, hero strike ability. Oh, yes. Healen. Nu is altijd nice en nu doe ik veel damage. Oké, wat hè? Oh nee. We gaan even terug naar hier. Ik ga dood van de poison zeker. Weet je nou, wat? Huh? Wie heb ik gedood? Even healen. Wie heb ik gedood dan? Die ook bijna. Nice. Doet. Waar zijn de anderen? Waar is die laatste? Ah nee, die andere heb ik ook heb gedood. Nee. Huh? Geen idee. Oké, ik zie jullie als we bij de Minotaurus zijn, want dat is het doel van deze video. We zijn nog even bij Socrates, omdat er hier... Ik had nog een missie voltooid blijkbaar. Waarschijnlijk was dat het vervolg van de missie die ik daarnet had afgehandeld. Dus ja, met die play. Dus we gaan hier nog even luisteren en dan gaan we naar de Minotaurus. As I knew it would be. With that and the proof you presented at the Pnyx, Cleon has lost much of his popularity. Now he heads to Amphipolis in an effort to redeem himself. Alexios, Brasidas sent me to find you. He's alive and well. Where is he now? Amphipolis. They're preparing for battle. If you reach him before I do, tell him I'm on the way. So hey, what big battle coming. I'm gonna kill Cleon, I'm going to help Brasidas.
Brasidas needs my help. I plan on giving it to him. Though, should our paths cross, I won't hesitate to kill Cleon. Whatever you decide, remember he's only a man. I can't promise anything. Be safe. Je bent beter opgesloten in een hele donkere, koude, ondergrondse cel. Voilà. Mijn mening. We will rise. Oké, dat is Brasidas helpen, dat is helemaal daar. Maar wat wij gaan doen is naar de... we gaan naar de Minotaurus, want dat wou ik doen in deze video. Minotaurus, die zit... hier? Lodewaris, ja, die zit daar. Oké. Okay. Zie jullie daar. Oké, we zijn aangekomen. Ik had dit al een heel stuk gedaan. Dit is in principe een sidequest. Maar het is een sidequest, maar ik wil hem doen dat er Minotaurus is en blij. Wat ik van Andy heb gehoord, die ja, nu niet meer daar ligt, want het is vrijdag nu. Maar maakt niet uit. Is dat een geweldig beest en is ongelooflijk lastig. Explore the cave and kill the Minotaur. Sounds easy. No! I only ever wanted to be a baker! Oké, die heeft net in zijn broek gescheten. Dus het gevoel dat daar naar beneden valt niet zo'n goed idee is. Het is water. Is een hamak tal al in de wereld. The baking business can be quite fierce, you know. Oké, veel plezier. Pefka, home of heroes. Lekker. Wat moet ik doen? Daar heb ik niets van. Waar moet ik nu? Alles op de loot. Out of sight, wat? Why? Ja, we zitten in de Minotaur cave. Tuurlijk is het een monster. Hier ligt er blijkbaar een slang. Erf. Waar nog heen? En nog een. Allemaal gratis. Voilà. Oh, cutscene. Oké. Okay. We zijn er blijkbaar. What? Drop all your valuables and flee in terror, mortal. Leave me your drachme and you shall be spared. Otherwise, death by hoof awaits you. Other hoof you. What? Fear my moo. Fear it? Malaka. I am going to start stabbing. Until someone tells me what's going on. Had er niet zijn dat de Minotaur gewoon zo'n klein... een dude is die niet eens deftig durft te spreken, hè. Oké, weet je wat? Ik ga dit oplossen op de easy way. Eerst iedereen even... oh, ze staan in het water. Ups, easy way. Oké, jij leeft nog. Die is ook dood. Easy way! Don't kill me. Waar is nu de... gaat niet zijn dat dit zo'n... dat dat effectief de Minotaur is en dat er geen effectief gigantisch groot beest is, hè. Hi! There's no need for more blood. Just keep your horns away from me. And tell me what's going on here. You can take off that mask. Ah man, dat moet vuil zijn, jongen! I told you nothing is what it seems in Pefka. I'm happy to return. Moet je dood dier zijn hoofd even over je hoofd trekken? Oh, dat moet stinken, jongen! It's my daughter, Mara. Masked men are holding her captive deep in the canyons of Diggy Plateau. Masked men? What kind of masks? Cult. White like marble. Bleeding from their eyes. Horrific! The cult.
They control everything in Pefka. Lured Sampians from all over with the promise of Minotaur slaying glory. Only to swindle and ambush them down here in the dark. Honorless. If I don't do as they say, Amara dies. If I take off my mask, or tell my wife, or ask for help, she dies. We zijn hier nu niet, dus we kunnen nu voor help zoeken. The sound of her laughter is sunlight on my skin. She is joy, Mistios. One night, the masked men took that joy from me. They needed my silver tongue to lure wealthy warriors to their trials. In Amara, they found all they needed to control me. Hey. En waar is Amara? Dan gaan we even cult nog een beetje verdunnen. But only one holds Amara. There is a place called Zakros, an ancient ruin, and the bastion of the masked men's power. I go there every night, hoping to catch a glimpse of her, but I never have. I fear they keep her underground, where she'll never see the sun. How many men have you sent to their deaths with a speech and a smile? Thousands. More. But their lives will never outweigh my Amara. She's all I have. But now I have you, don't I? You. You can free her from those Malakas masked men. You can still be brave. Tell me, whose face would Amara wish to see rescued? Come on, hopeful then. Mine or her father's? Be brave, Leandros. Bravery, yes. You're right, Mistios. No matter what, Hello. I must be there for my Amara. Please, will you join me? I will. We will save your daughter. Together. Thank you, Mistios. Nadat ik naar de wc ben geweest, moet ik heel dringend naar de wc opeens. That's where my daughter lekker is. Door. Hé, zijn masker erop. Maar kijk jongen, er hangt nog bloed aan. Ah, dan moet toch... Rot dat geen naam heeft aan de binnenkant. Dan moet toch stinken. Oh. It's our greed. Every merchant. Every man in his slave are enough drachni out of this charade. Oké, okay, er is dus blijkbaar geen grote Minotaurus. Er is hier blijkbaar... Oh nee. Is hier serieus binnengeraakt? No way. Die nieuwe... Kom aan. Dat was 46. Allee, let's go. Oh, ja, verbrand is dat maar. Oh, dat is goed voor mij. Oh nee, er is een tweede gekomen. Nee. Sta aan de kant voordat ik je nog verpletter, jongen, met je Minotaur hoofd. Hier, pijl op de weg. Oké, even rage. Oké, wacht hè. Heal. Ik heb de kast van doen. Pas! Hoi. Mooi. Ach, dat is beu aan die heavy blunt wapens. Ze kunnen raken voordat je swing hebt. Jullie. Combo wij. Maar als je combo raakt, zijn ze wel dood. Hoi, goed zo. Oké, die twee zijn dan ook weer dood. Jongen, hoeveel van die mercenaries heb ik al gedeeld, jongen? Holy damn. Kom, doorlopen. Oké, we zijn al wat verder. Ik ben al naar de wc geweest. We gaan nu met hem babbelen en kijken wat er gebeurt. I'll stand with you, Leandros. No matter what happens today, Amara will be proud of her fun. I see you're still a Minotaur. I faced many of the Greek world's deadliest warriors in this mask. Granted, I was just there to distract those warriors with my roars and threatening gestures so they could be ambushed and stabbed from behind. But wearing it makes me feel brave. Do it, Edmon. You look like the one thing in the world Alcibiades wouldn't take to bed. Can you even see out of that thing? Mock all you want. When those Malakas and Zakros see this beast charging towards them, they will know fear. Okay. Moet jij weten, man. Keeping her underground. With hooves and heroics, we shall save her. But Zakros is well defended. How should we proceed? We charge for your stealthy approach. Let's try stealthy. I'll try to sneak in,
Stay back here until it's safe. I can be stealthy. You have horns. Go. I'll do my best to distract the guards. Where is your honor, you masked Malachis? Het is hierin ze te zien, oké. We gaan niet inchargen, want ik heb geen idee hoe zwaar bewaakt dat hier is. En sowieso met hem gaat er sowieso doodgaan. Als ik ga in binnen chargen. Dat weet ik gewoon nu al. Ik wil niet dat die vrouw... Wat van hem mee eigenlijk? Bandit leader. Oh, nog goed mee. Oh, oké, ja, ik had wel naar binnen kunnen chargen. Oké. Okay. We kunnen blijkbaar Ikaros gebruiken. Ik kan weer door de vloer kijken, zo te zien. En er ligt hier ook een chest. We kunnen looten en al die dingetjes hier, voilà. Oh, ze zijn allemaal beneden, wat? Ik moet hier nog. Oké. Mazin is hier dood. Oké, mooi. We zijn alle twee dood. Kan ik die misschien backstabben? Ah, oh, die is ook dood. Mooi. Oh. Take cover. I'll find you when I know it's safe. There are masks. Thank you. Die zijn naar buiten lopen, dommeriken. Wacht. Jullie zijn echt alles behalve verstandig ook, hè? Kun je hier... Nee, ze gaan gewoon naar de vijand kruipen. Oh, verstandig zijn ze ook in iets, hè? Stop voor dat kun je map. Oh. Ah, toch guns en blazers. Oops. Hou hem weg. Ik ga ze zo naar binnen aan, maar dat is echt geen nut, want hij gaat toch doodgaan. Zijn dochter is eruit, maar hij zit er nog in. Maar ze moeten uiteindelijk dood zijn. Nee, oké. Nu wel. Mooi! Oké, loot en laten we met haar babbelen. Hopelijk leeft haar vader nog. Saved me. Well. Is that the Minotaur? Show her. Father? You're the Minotaur? Maybe don't tell your mother. Wait it. You weren't going to leave me here, were you? You were just working on your plan to save me, right, Pater? Of course. I was always coming for you. I just needed to find something first. The people who took you, if there's anything you overheard, anything that could help me stop them. While I pretended to sleep, their leader spoke at a meeting place in Kidonia. Was handig. I wrote down all the masked men's whisperings. Hopefully something in here will be useful to you.
my friend. It is still we're nice. To my wife. She keeps a vigil for Amar at the Warrior's Rest. Come with us. See the gift you gave. Our family, together. After you. Oké, okay, waarom blijven we nog iets samen gaan doen? Wat dat precies is dat we nog gaan doen, geen idee. Is het wel weer lekker een laarschermpje? Amara! Amara! You're alive! Mother! My family. You did this? Yep. Thank Leandros. When the time came for action, we gaan eerlijk zijn. Despite being outskilled and outcostumed. He fought courageously. Your husband is no coward. Perhaps there are some. Maar hij had wel een kou masker aan. Everyone who's died facing the Minotaur has had their drachmi go in the vault, growing year by year. And now, a tiny but well-earned portion of it is yours. Thank you for a tiny portion. Of course. Less taxes, reasonable operational expenses, and I'll make sure all of it reaches your boat, Mistios. You've earned it. Molly. Oh, Minerik! This is for you. A coward doesn't deserve to be the Minotaur. Nee, ik krijg al monster van hem. Befka is no longer safe for us. Freeing Amara will bring repercussions from people who are not known to be forgiving. But we're alive. And whatever future we have it only because of you. Be safe. Doeg! Oké, we hebben dat Minotaurus maskertje gekregen. Gezellig. Is hij nu legit of niet? Want ik heb gehoord dat hij daar tegen kunt vechten. Oh, ik kan hem nog effectief opzetten ook. Information of... Oh, cultus clue. Waaruit? Oh, is nog deft ook. In plaats van chance to ignore half damage staat er al 20% fire damage op. Als ik daar nog een keer dagger damage op zet, dan heb ik misschien de kans om halve damage niet meer te ignoren. Maar ook wel ongelooflijk veel meer fire damage. Wat nice is. Maar ik wil niet dat dit er zo uitziet. Dat ziet er echt niet uit. Ziet er ook wel cool uit, maar... Geef mij maar... Hey, waar is die? Waar is die van de wolf? Nee? Ah, hier. Oké, mooi. We hebben blijkbaar ook nog een boog gekregen. Nee, bedankt. Oké. We got scammed, echt helemaal. Het is geen gigantisch grote Minotaurus. Op zijn minst toch nog niet. The cult has existed for decades and will exist for centuries more. Nee, want op het einde van deze game zijn jullie allemaal dood. Mark my words. Oké. We zijn nog een keer 10 minuten bezig, dus ik denk dat het wel goed is. Ik weet niet, alleen met dat dit allemaal in stukjes is, heb ik geen idee hoe lang dat deze missie nu heeft geduurd in totaal. Ik ga hem al fast travelen naar de volgende missie. Zo. Oh, helemaal daar? Oh my god, dan mag ik nog helemaal naar Ginter gaan ook. God damn it. Oké, ja. Ik heb dus nog een hele reis voor de boeg. Bedankt even voor het kijken. Hopelijk hebben jullie nodig genieten te liken en subscriben. En dan zie ik jullie allemaal in de volgende video. Peace.